Nu is het hier nog leeg, maar zaterdag als Sinterklaas is aangekomen aan het kanaal, komt hij daarna hier naartoe, naar het 18 septemberplein. Met al zijn pieten en met heel veel kinderen. Een organisatie Kick-Out Zwarte Piet heeft gezegd dat ze dan hier willen komen demonstreren. Er zijn inderdaad demonstranten die graag naar Eindhoven willen komen. Wat daar precies gaat gebeuren is mij ook niet duidelijk. Daar laat ik over aan gemeente en politie. Maar het is nou eenmaal zo dat het recht van demonstreren is er en dat mag. En of het voor of tegen is, daar mogen wij verder gewoon geen mening over hebben. De organisatie heeft er officieel geen mening over. Zij willen er alleen voor zorgen een zo leuk mogelijk feest te organiseren voor alle kinderen van Eindhoven. En Sinterklaas natuurlijk. Maar politiek ligt het veel gevoeliger. Kijk, iedereen mag demonstreren, dat staat in de grondrecht. Hè, die kunnen we niet verbieden. Maar zet ze dan neer op de legerplaats Oorschot, waar geen kinderen zijn. Daar staan ze goed, dan mag ze hard demonstreren, ze hard gillen en schreeuwen wat ze willen. Het kan zo zijn dat de ene Zwarte Piet wat donker is dan de andere. Dat is op zich niet zo'n ramp. Maar de oorbellen, het kroeshaar, de rode lippenstift, het accent. Ja, dat is allemaal een beetje te veel van het goede, vinden wij. Wij vinden dat dat te veel racistische kenmerken heeft. En dat willen we graag uitgebannen zien. Ja. Het is op dit moment nog niet zeker. Zeker of er ook echt gedemonstreerd wordt zaterdag. De demonstratie is nog niet aangekondigd bij de gemeente. Maar de harde kern van PSV-hooligans heeft wel al laten weten dat als Kick-Out Zwarte Piet komt demonstreren, dat zij een tegendemonstratie willen houden. En dan is de kans dat het uit de hand loopt natuurlijk behoorlijk groot. En daarom wordt er druk overlegd tussen de gemeente, de politie en de organisatie van de intocht. De politie en de gemeente doet zijn eigen werk en die staan gewoon in een heel kort lijntje met mij. Ik krijg gewoon de informatie die ik nodig heb op de dag voor een goede organisatie. Zodang ik gewoon mijn organisatie door kan laten gaan, dan ga ik ervan uit dat het nog steeds een mooie dag wordt en dat de veiligheid gewoon geregeld wordt door gemeente en politie op dat moment. De organisatie van de intocht houdt zich ondertussen vooral bezig met alle leuke dingen die er georganiseerd worden voor de Sint en alle kinderen op het 18 septemberplein. Daar kunnen de kinderen cupcakejes versieren, spelletjes doen in combinatie met onze pieten. Daar staat een circus waarin ze workshopjes kunnen doen. Er worden showtjes gegeven. Want dat is waar het uiteindelijk om draait. Voor kinderen op die dag is er maar één ding belangrijk en dat is Sinterklaas. Dus de discussie van Zwarte Piet kunnen wij allemaal als volwassenen gaan voeren. Maar ik denk dat het niet nodig is, want het draait om één dingetje. Een kind wil op de foto, op schoot of een handje van Sinterklaas en verder helemaal niks. Behalve misschien dan ook de handen vol met pepernoten.